Dank u wel. Spreker namens zijn vrouw. Dank u wel. Geachte aanwezigen, hierbij willen wij, Koos Barten en Minette Koenders, als direct belanghebbende onze visie kenbaar maken ten aanzien van de uitbreidingsplannen met betrekking tot huis Heijen. Wij zijn woonachtig op het adres Kasteelstraat 15 te Heijen, dus tegenover het betreffende pad. Wij zijn ons bewust van de omvang van de humanitaire crisis en niet tegen de huisvesting van asielzoekers binnen de bestaande bouw van huis Heijen. Wij gaan het niet over de broodwinning van de familie Rauwers, maar wij willen de gemeente gaan het wel verzoeken met betrekking tot de tijdelijke of permanente bebouwing bij huis Heijen de gangbare procedures in acht te nemen en te handhaven, dit om de rechten van de omwonenden mede te waarborgen. In een interview in de Gelderlander refereert de heer Reinhard Rauwers aan bebouwing bij huis Heijen rond 1800 als een valide argument om nu weer te gaan bouwen. Dit vinden wij echter niet steekhoudend, daar huis Heijen en de omgeving niet teruggebracht gaan worden in dezelfde staat als in 1800. Destijds was het niet de woning zoals die momenteel in de Kasteelstraat gerealiseerd is. Burgemeester en wethouders dienen op te komen voor de belangen van alle inwoners van de gemeente, niet uitsluitend voor de belangen van de familie Rauwers. Uit bestudering van diverse door de gemeente aangeleerde documenten en opmerkingen, onder andere van de heer Isbrand Rauwers, lijkt er sprake te zijn geweest van onvolledige, onjuiste en tegenstrijdige informatieverstrekking met betrekking tot het aantal op te vangen asielzoekers en het al dan niet plaatsen van extra gebouwen. Wij zijn van mening dat onduidelijke communicatie heeft geleid tot onnodige onrust en verwarring. De goedwil die aanvankelijk ruimschoots aanwezig was ten aanzien van de opvang van asielzoekers dreigt hierdoor ernstig verstoord te raken. Dit schaadt eveneens het vertrouwen in de correcte afhandeling van de verdere procedure. We willen de gemeenteraad dan ook verzoeken in geval van extra te bouwen accommodatie erop toe te zien dat deze uitsluitend een doelbesteding krijgt als tijdelijke aanvullende opvanglocatie waarbij contractueel vastgelegd wordt eventueel straffen van de geldboete dan een permanent karakter en of een andere doelbesteding uitgesloten wordt. Ik dank u wel.